Van Bouwel mag mee naar het WK. Samen met deze Bart Welles, de superfavoriet bij de junioren. En al in de eerste ronde rijdt Bart Welles gezwind van de andere weg. Bij de nieuwelingen werd hij al 2 maal Belgisch kampioen. Dit jaar won hij 21 wedstrijden, waaronder ook de buitenlandse confrontaties. Hij verloor 1 keer na materiaalpech. Begin februari is dan ook groot favoriet voor het WK. Bart Welles is een groot talent. Zijn positie op de fiets is ideaal. Hij heeft een goede vaste zit waarbij zijn pedaalslag uit de lende komt. Hij is technisch ook erg vaardig en heeft ondanks de stress voor de start altijd goede benen. Bovendien heeft hij nog een ruime progressiemarge, want Welles traint nog niet veel. Voor Erik de Vlaming is hij de witte merel van het Belgische veldrijden. Op 2 minuten van Welles volgt Kipcho Volkaerts. En Tom van Oppen heeft de 3e plaats van Jan Verstraeten afgesnoept. Maar de toch nog dolgelukkige Bart Welles wordt kampioen. Willem, ik ben een bester. Heb toch nu bewezen dat dat ik vandaag klopbaar was. Ik was er ook van overtuigd dat er misschien een paar meer wedstrijden had kunnen binnen, maar het is niet gelukt. Dus. Het wereldkampioenschap staat voor de deur. Is dat het grote objectief van dit seizoen? Verder nog wel, ja, want dan proberen ze dicht mogelijk te zijn. Dus ik wil niet meer doen als het beste. En wie vrees je daar het meest? Oh, ik denk dat de Fransen, ik heb hem niet tegen gereden. Ik denk dat die daar uit de hoek kunnen komen.